Ja. Er zit een troon in de boom. Een vredige ochtend hier in Frankrijk. En Rianne en ik gaan op zoek naar bosbessen. Nee, bramen. Oh, bramen. Die fout heb ik ook al gemaakt. Oeps, zei ik niet. We hebben bramen gevonden. Ja. Oh. Maar er zitten allemaal stekeltjes aan en zo ook. Eeuw, hier zit een worm in. Echt? Zit er een worm in? Ja, die doen we maar even. Ja, we moeten ze zo ook in het water leggen, weken dan. Jongens, we hebben er al... Drie. Ja. Hoe vredig en rustig is dit. Een paddo. Yo, paddo, we gaan een donker hol in. Daar, oh nee, ze zijn rood. Vandaag is rood. Nou, wat doe je nou? Bramen plukken? Chillen. Met ons eigen gebouwde tafel. Met dingetjes. Geweldig. En uitzicht op meer. Is vast voor mij. Eitje. Mijn lief aan, joh. Een saladetje. Ja, daar zit hij in. Met onze braampjes. Die crap, wat een geluid. We gaan de drone testen, maar... Ik word aangevallen. Hij gaat nu op deze kant op. Holy crap! Oh, oeh! Wat verdorie! Oh! Dat was de muur. Oh, nou, hij is in de air. Hij is in de air. Hij is gone. Dat is niet waar hij naar. Hé, ik wil hem wel terug hebben. Oh, kom terug! Ik ben hem al kwijt, joh, uit beeld. Oh, nou is hij echt weg. Ja. Er zit een troon in de boom. Daar bovenin zit hij, er tussen de takjes. Ja, misschien als je gaat schudden, maar... Maar dan moet hij die tak die dus nu, waar hij aan hangt, die weet niet mee. Hij zit daar in klem. Nu een ladder bij de dakgoot, hè? Hij knippert daar nu. Ja, nou zit hij daar weer klem. Nu is het de tweede, maar volgens mij zit hij... Ja, die is het. Ja. Tak valt naar beneden. Maakt niet uit, ja. Doe maar alsof je aan het eentjes vissen bent. Ander geschud, ze gaan de boom knippen. Je zegt toch even, als je uit je hand schiet, dan... Die knip je ook nog niet eens weer. In delen. Ja, maar ook nog iets boven. Ja. Daar is die. Hoezo dat? Weet ik. We maken een wandeling voor het eten en we gaan naar een kapelletje. En het kapelletje is ergens daar achter op die berg. Daar bovenop die berg. Niemand ziet. Daar bovenop die berg. Daar woont een stier. Daar woont een stier. Die geeft geen melk. Die geeft geen melk. Maar Heineken bier. Maar Heineken bier. En van je heen. La. Oké. Ik wou eigenlijk alleen maar melden dat ik nog een jas bij me had. Ja, met je voor de outfitfoto's. Ja, kerkmis of zo. Nee. Nee, helemaal niks. Het is alleen maar een... Ja. Zou dat ooit gebruikt zijn? We zijn kapot, er was een heel stuk stijl omhoog lopen. Maar we zijn er! Ja. Thank God, there he is! Nou, dat hebben we zelf gedaan. Heeft Dwight hier gedaan? Nee, dat is waar. Ja, het is wel een mooi uitzicht. Dames, kijk eens deze kant op. Ja! Yeah. Hij is mislukt. Oh! Het ruikt heel zoet. Ja, suikerspit. Ja, zoiets. Nee, ik heb het niet gedaan. Oké. Okay. Ja. Wat wordt nou horen met die deur? Ja, maar daar moet ik een kleintje in.
zit hier een beetje onhandig met mijn hoofd. Ik leg hem even weg. Dat is niet te erg. Gewoon random gepakt uit het meer. Ik wil ook nog wel even naar het midden van het meer gaan, maar ja, voordat ik hier ben, is het glas ook nog wel. Kijk, is het toch iets minder helder. Ga de lekkere geur achterna. Ja, dat had ik ook gehoord, dat ik het bijna niet genoeg vind. Wat zijn jullie nou aan het doen? Kippenbitten. Dat ruikt lekker. Ik zeg altijd. Ga je hem nu weer heel maken, de kip? Een soort Tetris spelletje zo. Ja. Citroen. Wat heb jij? Dat vind ik wel wat. Wat heb je? Erotisch. Oeh. Ik denk dat het exotisch staat. Nee, dat maakt mij niks uit. Als maar heet. Schip maar een paar letters. Wat doen we onze laatste dag? Na een marktje. In Autun. Lekker hè? Thijs kent het liedje. Dat zijn echt oprecht meloenen. Wajo. Wat zei je? Gep. Ja, hè? Oeh, nee. Oh, sorry. Ik ben aan het filmen. Ja, dat doet het zelf ook. Ja, leuk. Nee joh, ben je helemaal gek. Dat is geen gezicht, man. Dat is handkleding. Heb je honger? Enige wens, nu even. Daar is die geit weer. En een breekie. Ja, dit. Het heet Augusto. Zullen we het koekje delen, Monique? Oh ja. Leuk zitten daar. Ja. Zouden wij daar ook kunnen zitten? Hè? Dat weet ik niet of wij dat kunnen. Even bij je water. Ja, het is stevig voor je lijstje. Oh, ik wil ook. Kan wat Thijsje. Ik kan echt. Kom maar, Sjaartje. Ga prima. Doe je dat ook of niet? Eel, er zitten allemaal groene dingetjes in het water. Ja. Zie je dat, papa? Ja. Eel. Nee, kijk dan wat raar, maar het lijkt helemaal niet diep zo. Nou, ik denk dat je hem vergist. Oh, hij wiebelt wel. Hij wiebelt een beetje. Oh, mijn god, hij wiebelt heel erg. Ik heb alle foto's even op de laptop gezet en ondertussen de nagels van Rianne gedaan. Met een nieuw lakje, is echt mooi. Ja. Voor de prijs van? €2. €2. Zo lijkt het alsof we weer in de middle of nowhere zijn. Ja. Zijn we ook. Gaan we wat eten. Ja, maar je vader, we zien dan als we kijk, vandaag aan een meer. Hier aan de rechterkant. Lakmeer, je moet lak aan hebben aan een meer, ergens. We waren te vroeg voor het eten. Wij Hollanders zijn weer te vroeg. Het was iets van 6:30, je krijgt pas om 7:00 wat te eten. Dus we lopen een stukje door. En we lopen aan de andere kant van het meer. Het meest grappige is, we zitten weer bij het restaurant waar we begonnen. Aan het meer. Er zat al iemand die. Nu is het 7:00, dus kunnen we eten. Conferenties en nieuwste aanwezig Neymar. Bon appétit! Kost dit bordje. Bon appétit! Ik ben alleen bang dat Thijs daar niet. Jam, kan niet gekookt worden, want hij is daar de hele keuken. Is die lekker, Rianne? Dus we kunnen nu niks. Thijs, waar gaan we heen? Naar huis! Opluimen! Naar huis, het regent. Dag huisje. Dag papa. En ik ga hierin. Hoi Zatje. Kom bij jou in, hè. Zo, de bank ligt hier. Daar zit ze tussen ze. Ah, hoppatee. Oh, je gaat de poort open. Is die al geladen, de route? Ja. Oeh, nou, we zijn weer onderweg met de hobbelige wegen, hè. Check jouw ding trillen dan. Ja. Let's go. This is perfect.
al in België. Ik had de kat niet door, joh. Ja, België. Potverd. Oh nee, die weg, dat wegdek. Oh, van een momentje. Goed, wat is de situatie nu? Wij moeten ongeveer nog 60 kilometer voordat we het eerste tankstation tegenkomen. We moeten al fucking plassen, hè? Zeg maar ja. Ja. We hebben hartstikke volle blazen, zeg niet chill. Maar dit is België nu, toch? Ja. België, doe eens wat aan jullie tankstations. Iets vermeerderen, want we kunnen hier niks mee. Poeh, we hebben eindelijk geplast. En dan gaan we gelijk maar even iets etenachtigs. Ja, Zuid-Limburg. Nederland. We zijn weer richting Arnhem. Arnhem. Oftewel, we zijn weer richting huis. We zijn bijna thuis. Wat vonden we van de vakantie? Leuk! Die was zo leuk. Wat vonden we van de vakantie? Ja, leuk! Zijn we bruin geworden? Ja! Wat gaan we volgend jaar doen? Nog een keer! Oh my god, zwaai allemaal even. Doei! Doei!